stel hem nog even één keer scherp voor de zekerheid. Hallo allemaal, mijn naam is Remco de Koster en naast visser ben ik ook gecharmeerd van fotografie. En in deze video ga ik jullie meenemen in hoe ik dat doe om ook uiteindelijk zulke mooie foto's te kunnen maken. Wat is een foto nou eigenlijk precies? En misschien komt het een beetje over als een rare vraag, maar een foto is precies hetzelfde als wat onze ogen zien. Het is weerkaatsing van licht. Dus tijdens het maken van een foto wordt er licht weerkaatst vanaf een object. Dat komt binnen in je lens en via de spiegel in mijn geval wordt er een vast beeld gevormd. En dat vaste beeld is de foto en de herinnering van het moment. En de reden dat ik dit punt benoem is dat je ook gelijk begrijpt hoe die foto tot stand komt. En zometeen welke instellingen wij daarvoor gaan gebruiken. Ja, hier voor mij zien jullie eigenlijk drie middelen om een foto te maken. Twee ervan zijn mijn camera's, in dit geval spiegelreflexcamera's. En één daarvan is mijn telefoon. Een smartphone, de meesten zullen hem allemaal wel in hun zak hebben zitten. Ja, prima om een foto te maken voor dat moment. Maar doordat je heel beperkt bent in de lens die erin zit, krijg je daar niet de kwaliteit uit die je wel zou willen hebben. Een foto gemaakt met een smartphone, print hem maar eens op een A3'tje uit. Hang hem maar aan de muur, dan ga je gewoon de kwaliteit van een echte camera ga je gewoon missen. In deze video gaan we daarom de telefoon ook gewoon buiten beschouwing laten. Ik wil jullie echt helpen en de handvaten geven om middels een spiegelreflexcamera of in ieder geval een camera betere foto's te maken. Zodat de man-visfoto's gewoon naar een stapje hoger getild worden. Het grootste verschil tussen deze twee camera's is eigenlijk dat de ene een cropcamera is. Mijn huidige camera waarmee ik bijna al mijn foto's maak is een full frame camera. Dat wil eigenlijk zeggen dat een cropcamera een factor ziet van het totale object. En een full frame camera die ziet eigenlijk het hele frame ervan. Dat betekent eigenlijk ook dat je met een cropcamera wat beperkter bent in hetgeen wat je uit een camera zou kunnen halen. Dat is ook de reden geweest dat ik een overstap gemaakt heb naar een full frame camera. Mijn full frame camera bezit een grotere sensor. Daarmee kan ik wat hoger in mijn ISO's gaan zitten. Ik kan wat meer scherpte, diepte creëren. En daarmee eigenlijk geef ik meer bereik aan mijn eigen kunnen. Het geeft me net wat meer opties. Ik kan wat meer naar boven en onder in mijn bereik met de instellingen. Dat wil niet zeggen dat je met de instellingen die op deze camera van toepassing zijn, je met deze camera geen goede foto's kan maken. Alle tips en tricks die ik in deze video ga behandelen, die gelden voor beide camera's. Dus zowel voor de cropcamera als voor de full frame camera. Ik ben, net als jullie waarschijnlijk, ook ooit een keer ergens begonnen. En in dit geval koop je gewoon een iets goedkopere camera. Zelfs tweedehands zijn ze voor prima bedragen al te vinden, al wil je er gewoon mee beginnen. Voor beide camera's geldt gewoon dat er drie punten van toepassing zijn waarmee je de foto maakt. De ISO-waarde, je diafragma en je sluitertijd. Dat zijn de drie functies van je camera waar jij als fotograaf de baas over bent. En deze drie functies zorgen ervoor dat je het licht kan regelen wat middels je lens op je sensor terechtkomt. Ik begin altijd met mijn diafragma. Wat is je diafragma nou eigenlijk precies? Je diafragma is eigenlijk niks meer dan de opening van je lens. Dus met je diafragma, en in dit geval heet dat het F-getal, kan je je lens dus verder openzetten of verder dichtzetten. Wat je daarmee kan creëren is dat je de scherpe diepte bepaalt in een foto. Zodra je met man-visfoto's bezig bent, dan wil je eigenlijk dat de vis heel scherp is. De persoon erachter mag al wat onscherper worden. En je wil de omgeving, wil je wat meer dat te troebelen eigenlijk geven. Maar het moet in verhouding zijn. Persoonlijk vind ik dat de voorgrond niet te scherp moet zijn en de achtergrond niet te wazig moet zijn, omdat je dan een vrij platte foto krijgt. Dan heb je een achtergrond en een object en dat is het. Ik kies vaak een wat hoger f-getal, zodat de achtergrond een beetje meewerkt. Zodra je de foto gemaakt hebt, dat het gras op de voorgrond ook scherp is, de vis is scherp, de persoon wordt al wat onscherper en je wordt eigenlijk naarmate
hè, dat je de foto inkijkt, wordt het beeld waziger. Omdat wat er gewoon gebeurt, dat gebeurt met onze ogen. Wij kijken naar een beeld en het eerste wat wij zien is hetgeen wat scherp is. Dus dat betekent de vis. Wij willen de vis zien. We maken een visfoto, je wil de vis scherp hebben. En dat is wat je met het diafragma kan creëren eigenlijk. Om het juiste diafragma te kiezen is een beetje trial and error. Wat voor mij goed werkt in ieder geval, is dat ik zo rond de 5.6 ga zitten. Dat is mijn uitgangspunt. Heb ik te maken met een hele kleine stek, dat mijn achtergrond heel dichtbij is, dan ga ik mijn diafragma naar 3.2 draaien. Heb ik een achtergrond die heel ver weg is, maar ik wil wel een bepaalde boom of een object meenemen in die foto. Of een mooie, in het voorjaar zie je vaak van die mooie gele bloemen overal. Wil ik die mee laten werken, dan zet ik hem wat meer open, omdat mijn achtergrond verder weg is. En dat kan je met het diafragma regelen. Dus even samenvattend, een laag f-getal, dus een laag diafragma getal, geeft een grote lensopening. En daarmee een scherpe voorgrond en een hele onscherpe achtergrond. En naarmate je het f-getal naar boven gaat draaien, dus naar de 5.6, naar de 8, naar de 10, naar de 11, dan zal je zien dat de achtergrond steeds meer gaat meewerken in de foto. Dus dat ook de achtergrond steeds helderder aanwezig wordt. Het volgende op de lijst is eigenlijk de ISO-waarde. En wat doet de ISO-waarde? Wat houdt dat precies in? De ISO-waarde, daarmee kan je de lichtsterkte van je sensor regelen. Dus naarmate dat je overdag foto's aan het maken bent, dan kan je een laag ISO-getal kiezen, zeg maar een 100, 150. En op het moment dat je een bewolkte dag hebt, minder zon, dan wil je dat de camera nog steeds voldoende ziet. Dus dan ga je ISO-getal omhoog gooien om daarmee de sensor van je camera meer licht te kunnen laten opvangen. Eén ding is wel wat je moet onthouden, hoe hoger het ISO-getal, hoe meer ruis je op je foto kan krijgen. En ruis betekent eigenlijk niks meer dat er een soort korrel in de pixels komt. Dus hoe lichtgevoeliger jij je sensor gaat maken, hoe meer die het licht gaat weerkaatsen en daarmee eigenlijk onscherpte op je uiteindelijke foto creëert. Dus een goede tip is, probeer je ISO-getal zo laag mogelijk te houden waarmee dat je weg kan komen. Om het een klein beetje uit te leggen, op het moment dat je een heldere dag hebt met zon, er is voldoende licht wat je lens in komt, dan kan je ISO-getal laag houden. En bij mijn camera is dat in dit geval een ISO-waarde van 100. Dat is het laagste wat mijn camera kan. Dat is mijn uitgangspunt. Op het moment dat ik daar niet mee wegkom, dan kan ik mijn ISO verhogen naar 200, misschien 400. Maar mijn camera is de grens voor ruis, leg bij een ISO van 800. Een hoger getal als die ISO-waarde ga ik niet instellen. Ook ik ben door schade en schande wijs geworden. Ik heb ook alles moeten ondervinden, dat zullen jullie uiteindelijk ook gaan doen. Ik weet dat het bereik van mijn camera ligt zo'n beetje tussen de 100 en de 800. Dus ik probeer het te voorkomen dat ik niet hoger als een ISO 800 hoef te gaan. Omdat ik dan zeker weet dat ik in mijn veilige bereik van mijn camera zit. De ruis die een ISO creëert gaat overigens echt pas een rol spelen op het moment dat je je foto's zou willen printen. Stel dat je een hele mooie foto of een hele mooie vis gevangen hebt, een prachtige foto ervan gemaakt hebt en je wil hem groot aan de muur hangen, dan is het zeker van belang dat je je ISO-waardes goed in de gaten houdt. Ja, dan blijft er eigenlijk één, om het netjes te zeggen, parameter over en dat is je sluitertijd. Je sluitertijd, daarmee regel je eigenlijk hoe lang jij wil dat de camera erover doet om het licht wat je hebt ingesteld met je diafragma en je ISO-waarde, hoe lang wil je dat de camera erover doet om dat licht te benutten om een beeld te maken. Dat kan variëren. Dat kan variëren van een seconde tot 30 seconden, tot misschien wel een 300ste van een seconde. En het hele gebied tussenin. Een goede stelregel om foto's te maken vanuit de hand is om het aantal millimeters van je lens in de gaten te houden. Heb je een 50 mm lens op je camera zitten, gaat dan niet lager als een 50ste van een seconde zitten. Dat is de laagste waarde dat je vanuit de hand nog een goede foto kan maken. Dus dat is een streefgetal. Dus probeer, zodra je met fotografie begint, in ieder geval is daarmee te beginnen. Dan ga je eens kijken, wat voor beeld heb ik? Heb ik een overbelicht beeld of heb ik een onderbelicht beeld? Op het moment dat je overdag foto's maakt en je krijgt een heel helder beeld, veel te veel licht, dan ga je sluitertijd bijstellen. Een 100ste, misschien wel een 180ste van een seconde. Je maakt daarmee dus de camera sneller. Hij doet er minder lang over, de lens blijft minder lang open om jouw beeld te kunnen creëren. Er is nog iets waar een sluitertijd heel veel invloed op heeft en dat is eigenlijk de scherpte van je foto. Stel je voor dat jij een foto aan het maken bent, je bent een man visfoto aan het maken en jij of je vismaat
ja, die heeft die camera in zijn hand en het is wat koud of het is misschien wat en je hebt een trilling in je hand, dan kan een langzame sluitertijd er wel voor zorgen dat jij een onscherpe foto krijgt. Want 1, 2 mm trilling bij de camera in jouw hand is een aantal meter verder al vele malen meer. Dus je krijgt bewegingsonscherpte. Dus probeer die sluitertijd wel in de gaten te houden dat je hem niet te langzaam zet. Om jullie in ieder geval een beetje op weg te helpen, ga ik een aantal van mijn instellingen met jullie delen. Die ik toepas tijdens 3 verschillende weertypes of tijdens 3 verschillende momenten die op een dag voor kunnen komen. Zonnige dagen, bewolkte dagen zoals vandaag en eventueel de avond- en nachtfotografie. Op zonnige dagen ga ik met mijn diafragma, dus mijn f-getal, graag rond de 5.6 zitten. Mijn ISO-waarde zet ik op 100 en mijn sluitertijd zal ongeveer op 250ste van een seconde tot 320ste van een seconde zitten. Op dagen zoals vandaag, met wat bewolkte weer, dan zal ik mijn ISO of mijn diafragma zal ik wat meer openzetten. Ik zal hem naar zo'n beetje naar 4.8 draaien. Mijn ISO-waarde zet ik eigenlijk standaard al zo'n beetje op 200. En ik zal mijn sluitertijd zo rond een 180ste gaan zitten. Voor de avond- en nachtfotografie zit ik met mijn diafragma, omdat ik niet te maken heb met een bepaalde scherpe diepte. Want er is geen diepte meer, het is donker, dus er is niks meer wat het licht weerkaatst als alleen de manvis. Zit ik met mijn diafragma zo rond 2.8. Mijn ISO-waarde zet ik als basis gelijk op 400. En ik zal mijn sluitertijd rond een 160ste of rond een 60ste of een 80ste van een seconde zetten. Maar daarmee ga ik wel gebruik maken van een statief, omdat ik mijn bewegingsonscherpte wil beperken. Misschien kom je er wel achter dat jouw lens helemaal niet verder kan dan 5.6. Dus die kan bijvoorbeeld niet naar een 2.8. En dat is precies wat ik bedoelde aan het begin van deze video. Dat de kwaliteit van de gebruikte materialen van cruciaal belang zijn voor het maken van een goede foto. Een telefoon, een cropcamera of zelfs mijn full-frame camera waar net niet de goede lens op zit, kan ervoor zorgen dat je tijdens de nachtfotografie niet het juiste diafragma te toepassen. Op deze momenten wordt het juist van belang dat je de goede attributen gebruikt. En in dit geval kunnen we daar flitsers voor gebruiken en fotolampen. Ik ga jullie in ieder geval meenemen hoe ik mijn nachtfotografie doe en wat ik daarvoor gebruik. Ja jongens, we zijn in de avontuurtjes beland. Toch maar even 1 engeltje nog verlegd. Ja, we staan lekker te drillen. Hij knalde er echt van tussen. Pakte wel een paar meter lijn van de spoel af. Maar goed, gelijk als we hem binnenhalen. Goede vis om voor jullie de nachtfotografie of avondfotografie te laten zien. Het is donker. Dus als we hem binnen hebben, gaan we de lampen erop zetten. En eens even kijken wat voor moois dat we ervan kunnen maken. En het mandje. Lekker hoor. Mooie vis gevangen. We gaan hem even in de sling weghangen. We gaan camera spulletjes in orde maken. Om een mooi plaatje te schieten. Zorg in ieder geval dat alles even in gereedheid is. Lampen goed staan. Dan heeft de vis er het minste last van dat wij even wat foto's trekken straks. We hebben, zoals jullie kunnen zien, de opstelling neergezet. We gaan de camera in ieder geval scherp stellen en instellen, zeg maar, zonder de vis erbij. Dus zometeen gaat David, onze cameraman, die gaat achter de mat zitten. Dan gaan we de instellingen in orde maken voordat we de vis erbij pakken. Hier heb ik gekozen voor een opstelling met 2 Fox Halo lampjes. Op die manier krijg ik van zowel links als rechts krijg ik mooi licht op de vis. Je ziet het hier op mijn schermpje misschien ook al terug. Ik heb een mooie, ja, in mijn frame wat ik op de foto zet, heb ik een mooie lichtbron zitten. Ja, werk ideaal. Om alles toch een beetje naar een overtreffende trap te tillen, ga ik jullie ook laten zien wat het verschil is met een externe flitser erbij. Dus we gaan een paar foto's nemen met enkel de lampen waar je daar eigenlijk al mee zou kunnen. En we gaan nog eens een keer een paar foto's maken met een externe flitser. En dan kunnen we ook gelijk het verschil daarin laten zien. Nou, we hebben de opstelling gereed. We hebben de lampen ietsjes harder gezet. We hebben de instelling een klein beetje bijgesteld. Het is tijd om de vis op te gaan halen. Wat mooi plaatje schieten. Zo jongens, we hebben de opstelling gemaakt. David die gaat op de manuele stand even scherp stellen.
Omdat een autofocus met deze lampen dan wel eens een keertje wil weigeren. Gewoon manueel scherp stellen, weet je zeker dat je goed zit. En ik krijg vanzelf wel een seintje wanneer ik mijn mondje ga houden. We hebben de camera-instelling op 2 seconden gezet. Dus na het indrukken van de shutter, dan heeft de camera 2 seconden de tijd om stil te gaan staan en om zo de foto te nemen. Nou jongens, even een snelle actie gedaan. De lampen die staan nog steeds aan, iets minder hard licht. We hebben een beetje wat meer warm licht toegevoegd nu. En we hebben de flitsende softbox hebben we erbij aangezet. En op die manier kunnen we eigenlijk heel mooi het verschil zien tussen hulplicht of extern flitslicht. Oké jongens, de vis zwemt weer. Dat geeft ons even de gelegenheid om de foto's te vergelijken. 2 totaal verschillende foto's, beide met hun eigen charme. Dit is de foto die gemaakt is met 2 Fox Halo lampen. En dit is de foto die gemaakt is met een softbox. Zo zie je maar wat je met het juiste licht kan bereiken. En even overgestapt op de mobiele telefooncam. Ook om even te laten zien wat je daarmee doet. En ik moet zeggen, het is wel bizar hoor. Hoe goed je kunt filmen gewoon met een mobiele telefoon. Ik heb geen verdere lampen bij me nu. Het is echt alleen de mobiele telefoon. Hij spant er mooi in. Oké jongens, ik zei dus net tegen David van er is eigenlijk nog wel iets wat ik wil laten zien. Dat maakt het misschien ook wel wat makkelijker om in te stappen voor het flitsen 's nachts. Als je al de beschikking hebt over een flitser die je op je camera kan zetten. Ja, en die in ieder geval ook wireless middels een trigger bediend kan worden. Dan kan je een soort siliconen diffuser op je flitser zetten. Waarmee je het licht al heel mooi kan spreiden. Wat helemaal met nachtfotografie net een klein beetje extra sfeer aan je foto geeft. En toch net een stukje makkelijker maken om 's nachts foto's te maken. Nu is het nacht. Morgen gaan we er even voor zitten. En dan zal ik zeker even uitgebreid toe gaan lichten welke materialen ik gebruik. En waarom ik die keuzes ook maak. Oké jongens, goedemorgen. We hebben zojuist nog een mooie vis weten te vangen. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om toch wel een veelgestelde vraag te beantwoorden. En dat is hoe het nou kan dat een vis bijvoorbeeld heel groot of heel klein oogt op een foto. En dat heeft alles te maken met je lens. Dus we gaan zo meteen de vis erbij pakken. Alles staat wel ingesteld. En dan ga ik met mijn camera met 2 verschillende lenzen van dezelfde vis een foto maken. Om zo op die manier aan jullie te laten zien wat nou het verschil is in het eindresultaat. Oké jongens, fotomoment 1. We hebben de 35 mm op mijn camera zitten. En David is hem aan het scherp stellen. En dan gaan we even de eerste paar fotootjes pakken. In dit geval hebben we een beetje somber weer, het regent op dit moment ook. Maar ik heb er een mooi parapluutje bij gezet. Ja, en op die manier kunnen we gewoon prachtige foto's maken in dit druilerige weer. Oké jongens, we hebben de lens van de camera even gewisseld. Op dit moment hebben we de 50 mm erop staan. David, die is even aan het scherp stellen. Die staat erop. Op deze manier kunnen jullie in ieder geval goed het verschil zien tussen een 35 mm en een 50 mm. En wat dat ook met de verhoudingen van de vis doet.
Hier in mijn hand heb ik de twee gebruikte lenzen van zo net. Een 35 mm Sigma en een 50 mm Canon. Welke er ideaal is voor jouw camera. Maakt niet uit of het Canon is, Nikon, Sony. Maakt niet uit. Heb je nou een full frame camera, kunnen we vergelijken met een sensorgrootte 1. Dus 50x1 is een 50 mm. Dit geeft een realistische weergave voor jouw man visfoto. Heb je nou een andere camera waar een crop factor in zit, dan kan je prima in de beschrijving teruglezen van jouw camera en de specificaties. Dus doe je crop factor keer bijvoorbeeld 35 mm, kom je wederom in de buurt van de 50, dan weet je dat dat jouw ideale lens is voor jouw man visfoto's. Mochten jullie nou meer van deze video's willen zien, laat het zeker even weten in de comments hieronder. Mochten jullie nog vragen hebben over de info die wij nu verteld hebben, kan je ook zeker in de comments reageren. We gaan er absoluut naar kijken. Ik vond het in ieder geval super tof om deze voor jullie te maken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Mocht je dit nou een zo. Goed zo, man. Ja.